Ja, hoorde ik dat nou goed? Level 42 in Hot Water. Dat is eventjes voor iedereen die vandaag door de regen moet banjeren. Het is warme regen. Het wordt gewoon een graad of, wat zullen we zeggen? Volgens mij wordt het vandaag een graad of 25 in de regio. Dus ja. Nou, ja. Trouwens, er zat een sax in, hè? De sax van de ochtend. Potje ochtendsax. Hebben we dat ook afgehandeld? Kunnen we ook afstrepen. Nou ja, hey, we hadden een leuke vraag van vandaag online gezet. In de hoop dat we heel veel oranje liedjes zouden kunnen draaien vanochtend. Maar het is anders geworden, hoor. Draai voor mij maar. Ja, dat was de vraag. Draai voor mij maar. Puntje. Zo. En de raarste nummers zijn hier binnengekomen, hoor. Van Don't Cry For Me Argentina tot Europe. En Willeke die wou graag Bas en Adriaan met Dagvriendjes. Leon wou Loser van Billy the Kid. Maar ik kan hem echt niet vinden. Mijn dame heeft mijn bek gedraaid. En wie had ik nog meer? Oh ja, André Vogelsangst. Die zou graag The Show Must Go On horen. Maar ik heb hier de hele tent op zijn kop gezet, André. Ik kan hem gewoon niet vinden. Ik kan hem zelfs niet ergens vanaf jatten op dit moment. Dus hou je nog wel te goed van, hè? Ja, iedere dag zetten wij een vraag van vandaag online. En wat hadden we die graag, zeg maar, in oranje sfeer gehouden. Maar dat verhaal is zo goed als over. We moeten alleen nog een troostfinale spelen. En achteraf ben ik misschien wel blij dat we gisteren verloren hebben. Er is niks zo lullig als dat we in de finale hadden gestaan tegen die Duitsers. En dat die Duitsers ons zouden vernederen. Daar moet je niet aan denken. Daar moet je gewoon niet aan denken. Kijk, hier kan men eroverheen zetten. Dit zijn Argentijnen, ach, die mensen. Daar heb je ook een beetje spijt mee, zoals het heet. We kunnen er ook niks aan doen dat ze in Argentinië geboren zijn. Dat is al voor hun een extra handicap. Kunnen ze dan dit pleziertje, maar nee, vernedering van de Duitsers, dat is ons bespaard. En daarom probeer ik er toch even een positieve twist aan te geven. En zo kreeg ik hier een verzoekje binnen van, hey Chris, zou jij voor mij willen draaien? En daar komt hij, Tony Christie. Ik denk, geen Duitser in de show, hè? Nee, maar dat is hij niet. Ken je hem nog, Tony Christie? Is this the way to Amarillo? Ja, als we dan toch niet naar Rio gaan, dan maar totaal de andere kant op, zou ik zeggen. Nou, dit is jouw favoriete ochtendshow. Tot aan de klok van 9 uur blijf ik bij je met nog hele leuke nummers. When the day is dawning